Jij kunt ons vast een heleboel vertellen. Ik weet van niks. Kom nou. Je weet toch wel hoe die oudere meneer met die baard heet? En waar die woont en zo? Nee. Ah, kom, je was toch vanochtend ook in het restaurant? En net in dat ziekenhuis. Ziekenhuis? Doe toch niet zo achterlijk, joh. Die oude liep je de hele tijd te zoeken. We willen alleen maar even met die meneer praten. Maar ja, als jij ons niks wil vertellen. Is dat paard van jou? Nee, nee, laat maar. Dat heeft geen zin. We moeten opschieten, anders komen we nog te laat naar dat café ook. Maar zij gaat hem natuurlijk nou wel alles vertellen. Ja, dat is alleen maar gunstig. Hoe zenuwachtiger die oude wordt, hoe beter. Wordt hij alleen maar toeschietelijker. Vader. Ja? Vader, ik... Zeg, is er iets? Wat mij betreft niet. En wat dat dan? Ah, ik dacht, je zult wel trek hebben. Wat drink je vooraf? Oh, nee, ik laat me niet omkopen. Ach, commissaris. Nee, niks, commissaris. Vader. Hm? Ik moet met je praten. En ik met jou, en ik dacht, dat kunnen we het best in een beetje ontspannen sfeer doen. Prima, want die zullen we hard nodig hebben. Burgemeester. Van Dijk, kerel, ik moet je dringend spreken. Ik was al op het bureau, maar ik hoorde dat je hier was. Ja. Komt u binnen. Waar gaat het over? Van Dikke Kereling, je wordt opgebeld vanuit het ziekenhuis. Ik heb vanmorgen zelf iets meegemaakt op de receptie van barones van Groeneweide. Er schijnt hier een of andere oude gek rond te lopen die overal de boel op stel te zetten. En jullie doen er helemaal niks aan. Ja, ogenblik. Maar komt u toch verder? Ja. Oh, u verwacht bezoek? Nou nee, dat gaat niet door, hoorde ik net. Gaat u toch zitten? Ja. Dat ding weer af te leggen. Maar wat was dat nou met de barones? Ja, dat is gewoon gênant, kerel. Die man. En dat moet dezelfde man geweest zijn als uit het ziekenhuis. Die man die komt gewoon binnen rennen. Grijpt de barones vast alsof ze een schandige wordt. Wilt u misschien iets mee eten? Nou, als ik u niet... Het ziet er voortreffelijk uit, graag. Ja, misschien ook een glaasje wijn? Ja, graag. Maar laten we niet vergeten waarvoor ik hier kom. Ik ben kwaad op je. Ja, dat hoor ik. Maar mag ik het misschien even uitleggen? Laten we duidelijk zijn, Van Dijk. Ik ben kwaad op je. En als burgemeester en als hoofd van de politie heb ik er het recht op. Jullie hebben er niets aan gedaan. Nou, dat is niet helemaal juist. We zijn wel degelijk een hele... Van Dijk, laat me uitspreken. Je weet, ik ben de beroerdste niet. Maar als nota bene twee keer op één dag zoiets gebeurt... en dan nog wel binnen mijn kennissenkring... dan ben ik als burgemeester verplicht maatregelen te nemen. Jasper zit dus nu in Egypte. Vertel jij nu die twee anderen wat hun taak is. Regel ik meteen. Ja, maar ik moet vanavond wel naar die voorstelling. Het zou te veel opvallen als ik daar niet verscheen. Ene heer de koning hier. Hallo. Met mij. Ik moet jullie spreken. Vanavond. In dat café bij de Schouwburg. 7:45. Ja, maar wat moeten we eigenlijk doen? Precies wat ik zeg. Ja, maar ik dacht dat... Laat dat denken nou maar aan ons over. Vanavond, 7:45. Merk je het vanzelf. Hoi Sandra, gaan we naar de dieren kijken? Nee, nu niet. Maar is Thomas thuis? Ja, zullen we dan met de tegel spelen? Kom Hanneke, we moeten gaan. Nee, ik wil met Sandra spelen. Dat kan niet, schat. Je moet schoenen gaan passen. Hallo, ben jij Sandra? Ja. Leuk dat je even langskomt, maar ik moet nu even met Hanneke boodschappen doen. Ja, maar ik kwam eigenlijk met Thomas. Oh, nou, die is in de tuin. Ga er maar even naartoe. Misschien tot straks. Ja, daar. Hm?
Hé. Hey. Zie jij nou? Ja, dat zie je toch? Ik ben onkruid aan het bieden. Ja, maar het is geen onkruid, het zijn plantjes. Ja, weet ik veel. Ik laat de ene helft staan, de andere helft weg. Ah, weet je, idioot! Wat kom je hier eigenlijk doen? De kerels waren bij me. Je bedoel? Ja. Wat moeten ze van jou? Ze wil van alles weten over een man met een baard en waar die woonde zo. En wat zei je? Niks natuurlijk, ik ken die helemaal geen eens. Gelukkig. Gelukkig? En als ze terugkomen, wat dan? We moeten het senior vertellen. Wat willen die kerels nou eigenlijk? Ja, als ze dat wisten. Vader, wat zouden die nou van je willen? Als jij ze met rust laat, dan laten ze jou ook met rust. Ik doe ze toch niks? Je loopt toch de hele tijd achter ze aan te jagen? Daar zou ik ook doodzenuwachtig van worden. Trouwens, het risico dat je neemt dat dat jongetje daarbij iets overkomt... Hé, laten we daarom voor ophouden, hè? Ik heb je gezegd dat ik ermee stop. Nou, doe dat dan ook. Je hebt toch gehoord wat de burgemeester zei? Ja, dat het eten een uitstekend gesmaak heeft. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, daar heb ik jou nog niks over horen zeggen. Je hebt gelijk. Het was uitstekend. Sorry hoor, maar het was ook zo'n idiote situatie met die man hier. Vader, volgende keer kook ik. Daar hou ik je aan. Daar is mijn wagen. Zeg, voordat je nou weggaat, ik weet niet of die dingen er iets mee te maken hebben. Nee, je zou ermee stoppen. Ja, dat doe ik ook, maar op het ogenblik... Niks te maren. Of wil je soms mijn ontslag op je geweten hebben? Nee. Oké, nou, tot vanavond. Eerst was jij erbij betrokken en nou zij ook. Nee, het is absoluut afgelopen. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. En als ze nog eens een keertje bij je langskomen, dan sturen ze maar door naar de politie. Ik heb mijn zoon alles verteld. En wat was er nou met die burgemeester? Nou, die was verschrikkelijk kwaad. Je hebt die burgemeester van Oen? Jawel, maar is wel de baas. En als ze nou hier komen? Wie? Ja, die kerels. Nou, dan komen ze. Ik heb niks voor ze te verbergen. En die dingen die brengen we meteen naar het bureau. Dan zijn we van alles af. Ik vond het net spannend worden. Spannend, spannend. Er zijn zoveel spannende dingen. Wat dan? Nou, spannende film bijvoorbeeld. Hé, hey, dat gaan we doen. We gaan vanavond gaan we met z'n allen gaan wij naar de film. Welk krantje, waar staat dat? Het voorstel van 7 uur. Ja, maar ik kan vanavond niet hoor. Ik ga naar de Schouwburg. Wat is daar voor bijzonders? Een voorstelling van de operetteclub. Voor de actie van de kinderboerderij. Oh. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Ja, jij vindt het natuurlijk weer stom. Maar jij houdt ook niet van dieren. Natuurlijk houdt hij van dieren. Er zit zelfs eentje op hem te wachten. Ah, oh, wat lief. Zouden er nog kaartjes zijn voor die voorstelling? Eigenlijk niet. Maar mijn vader en moeder die gaan niet. Dus er zijn nog kaartjes over. Of wil jij misschien niet? Heb jij zin? Wel. Nou, wat zegt hij hier dan? Waarom ga je niet naar huis? Vraag vlug. Vraag of je mag. Breng je die apparaatjes nog weg? Ja, zeker. En wel onmiddellijk. Ik hoop op mijn zoon, de commissaris. Ik mag zeker wel even door. Nou, nee. Dat is een beetje moeilijk op het ogenblik. Hij zit in bespreking met de burgemeester. Met de burgemeester? Maar ik heb toch niet... Wat kan er gebeurd zijn? Ach, die zakkenrollers die zijn weer bezig geweest. Maar deze keer hadden ze de burgemeester te pakken. Zijn papieren weg, zijn geld, zijn horloge. En wij van de politie krijgen natuurlijk weer de schuld. Maar dat is toch onzin? Ja, dat vinden wij ook. Maar sommige mensen verwachten dat wij van tevoren alles weten. Hè? Maar kan ik misschien een boodschap doorgeven aan de commissaris? Ja. Nee. Nee, ik leg wel een briefje voor hem klaar. Nou, zoals u wilt. Hallo? Hallo, madame. Oui, ici. Hallo? Hallo, yes, I listen. Hallo, ben jij het? Ja, luister.
Het weer is fraai en het feest is volgens afspraak. Nee, het feest is volgens afspraak. Ja, ja. Nee, ik moet nu naar de receptie en daarna bel ik je. Je weet dat wij ook weg moeten. Wat? Je weet dat wij ook weg moeten. Ja, ja. Ik bel binnen het uur en anders na 11. Na 11. Ja. Stralend weer. Dus alles volgens plan. Het feest is morgen. Hij is nu naar de receptie. Dat betekent persconferentie. Wij zijn op dit moment in het archeologisch museum in Krakiro, waar nu de waardevolle schat ligt. En van hieruit wordt de schat overgebracht naar Nederland. Naast mij staat professor Drent, de vinder. Professor, vertelt u ons wat meer over. Het betreft hier een graf van de zogeheten verdwaalde farao. Uit de 17e dynastie, waarover een in Thebe gevonden inscriptie al een korte vermelding heeft gemaakt. Nou, is er al meer dan 100 jaar naar het graf gezocht en u vindt het zomaar ineens. Ja, ineens. Ik heb er natuurlijk een jarenlang onderzoek naar verricht. Ik kwam tot de conclusie dat ik mezelf zou moeten laten verdwalen, net als de farao. En dat ik dan het graf vanzelf zou vinden. En zie hier het resultaat. U bent een gelukkig mens, professor. Ja, dat mag ik wel zeggen. En niet alleen vanwege de vondst als zodanig, maar toch ook vanwege het feit dat een groot gedeelte ervan naar Nederland wordt verscheept voor een tentoonstelling. Ik mag wel zeggen, ter ere van mijzelf. Hoe groot schat u nou de waarde van uw vondst? Wetenschappelijk? Nee, financieel. Dat valt moeilijk te zeggen. Alleen al het gedeelte dat wordt verscheept naar Nederland voor de tentoonstelling vertegenwoordigt voor wel een bedrag van zeker een 500 miljoen gulden. Ja. Vandaar dan ook deze uitgebreide, en ik mag u wel verzekeren, waterdichte veiligheidsmaatregelen die hier zijn getroffen. En niet alleen hier, maar ook zeker tijdens het transport in Nederland rondom de expositie in het Rijksmuseum. Goedenavond. Goedenavond. Gaat u zitten? Wilt u misschien een kopje koffie? Nee, dank u, dank u. Ik wil er graag tijdig zijn. Thomas, meneer Van Dijk is er. Joehoe. Hij houdt u wel bezig, hè? Ach, dat is wederzijds. Zeg, het zal wel een beetje later worden vanavond. Oh, dat is geen probleem. Hij heeft toch vakantie. Hoi. En hij is bij u in goede handen, mogen we aannemen. Nou, zullen we dan maar. Oké, veel plezier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Jasper belt pas na 11. Zeg, we moeten nu weg. Ja, want anders ben ik ook te laat voor mijn afspraak. Zeg, en zeg ze vooral dat ze zich alleen maar bezig moeten houden met die ene container. Iedere andere actie zou de zaak helemaal in het honderd doen lopen. Het is laat. Ja. Voor hetzelfde geld laat hij ons hier stikken, joh. Nee, die heeft nog wel eens meer kwijtje voor ons, waar hij zelf zijn handen niet aan vuil wil maken. Krijg nou wat. Nee, dat is die ouwe, joh. Dat is toch wel een beetje erg toevallig, hè? Dat is ook geen toeval. Voor mij. Hey, en die Herman dan? Hé, hoezo? Nou, dan komt hij hier dadelijk vanop. Ja, hij heeft toch niet gezegd dat hij hier komt? Hij heeft gezegd, dan merk je het wel. Hij wist dat die man zou komen. Ik zie je straks, Thomas. Ik ga een kopje koffie brengen. Zit je ook bij het bestuur? Nee, jij wel. Nee, ik zit er. Hé, hier stop. Twee maal graag. Het spijt me, alles is uitverkocht. Ach kom, er zijn er nog wel twee plaatsen. Maakt niet uit welke rang. Nee, meneer, echt niet. Ik heb geen plaats meer over. Ja, dan kunnen we zeker wel even doorlopen, hè? Kennis waarschuwen. Nee, dat kan helaas niet. Ik kan wel even iemand voor je oproepen. Wie moet u hebben? Nee, laat maar. Laat maar. Mijn vader is er nog steeds niet. Nee? Nou. Waar zitten jullie eigenlijk?
Nou, ik weet het niet. Senior heeft de kaartjes. Waar zitten jullie? Oh, heel ziek. We zitten samen met het jeugdbestuur in het loge. Bij de barones. Oh, kijk, daar is het. Welkom, barones. U ziet er stralend uit. Ik ben even naar die twee aan de overkant. Ik ben zo terug. Wel, barones, vanavond gaat het dan gebeuren. Ik weet nou dat vis met zwaarden. Ik zoek mijn beeld in alle hoeken. Ho, ho. Ho, ho. Ook figuranten moeten op tijd zijn. Wat zijn jullie, edelman of boeren? Boeren? Nee, dan daarheen, aan de overkant. Dat zijn we edelmannen. Gek. Als jullie zelf niet eens meer weten wie je bent. Antoinette, hier zijn nog twee edelen. Waar zijn jullie eigenlijk? Oh, die is ergens boven. Nou, ik zie jullie wel in de pauze, hè? Hey, jongens, wij zijn ook. Als u rustig meegaat, gebeurt er niks. Kom. Hoor je buiten wel. Geen geintjes, gewoon door. Oh, Colette, hier zijn die edelen. En wie ben jij? Ik ben er niet mee. Ja, zeg, kom op. Je weet dat je op misschien op trekt die kleren aan. Schiet op. Blijf hier, laat hem niet gaan. Dat is hem. Je blijft met je poten van me. Naar buiten, makker. Wacht even, jongens. Ik kan hier niet weg. Dan het een of het ander. Of je trekt je spullen aan of je gaat op de kei. Oké. Van wie is dat zwaard? Boer of edelman? Boer of edelman? Kleren voor die man. Ze zijn niet opkomende dagen. Gij, die ons nu zo bruut belaagt. Gij kwaamt hier slinks en ongevraagd. Vertrap om trust en orde. Zet gij uw snode plannen voort. Voltrekt zich hier een massa moord. Zal dit een bloedbad worden? Ik daag u uit, wie is bereid? Wie van u vreest niet de strijd? En neemt het op, voor allen. Achteruit lopen. Ja, dat zou ik toch doen. Wat is senior? Wat doet hij dan nou? Wat is dat voor een man? Wat voerde u naar deze stad? Maak ons dat kenbaar hier, voordat uw hoofd of het mijne vallen. Wij kwamen hier uit nood gedreven. Wat? Ja, zeg, wij kwamen hier uit nood. Wij kwamen hier uit nood. Hoe kom ik hier weg? Verzin maar wat, zorg dat hij wegkomt. Ja. Verzin maar wat, zorg dat hij wegkomt. Ah, gij dwaas, maak u weg als Sint-Nicolaas. Dat zijn die twee. Ja, dat zijn die boeven. Wat voor boeven? Die zakkenrobbers, waarover ik u toen net vertelde. Zakkenrobbers. Ik ben hier,
Ja, daar eten, daar. Wie is hier de regisseur? Ik. En wie bent u? Schouwburgdirectie. Ah. Wat is dit voor waanzin? Zit er een zaal met publiek te wachten? Wilt u die voorstelling onmiddellijk hervatten? Kunt u er dan voor zorgen dat het ongestoord gebeurt? Reken maar. Mm. Waar wacht u nog op? Nou. Rustig maar. Laat u dat heerschap maar aan mij over. Waar is je maat? Alle vergare idioten. Ze komen hierheen. Hou je koest. Die oude man moet hier toch nog echt zitten. Jullie moeten die oude man met rust laten. Jullie enige zorg is nu morgen die container veilig weg te krijgen. Die oude man is verder niet belangrijk. Oké, maar hoe moet dat dan met die container? Zorg eerst maar dat jullie andere kleren aankrijgen. Container? Wat voor container zouden ze bedoelen? Met die spullen die ze gejat hebben natuurlijk, inclusief mijn gouden horloge. En de spullen van de burgemeester. Als die boven water kwamen, dan zag het er voor mijn zoon heel wat beter uit. Maar laten we nou maar zorgen dat we hier zo vlug mogelijk wegkomen. Oh, hé, mijn jasje. Willem, even mijn jasje halen. Wat heb je ermee gedaan? Ja, ik heb die pin in zijn jaszak gestopt. Jij bent toch ook wel gehaaid? Dat ding hoef ik alleen maar aan mijn zoon te geven. En morgen hebben ze die lui en hun spullen te pakken. Maar ik moet het hem wel voorzichtig vertellen. Wat? Nou, als hij hoort wat een trammelant er hier vanavond geweest is. Ja, maar daar kan u toch niks aan doen? Nee, maar ik moet het hem wel aan zijn verstand brengen. Ja, maar dan vertellen we toch samen? Sprake van, ik breng je regelrecht brengetje naar huis. Ja, maar u had me beloofd te trakteren en ik heb best wel dorst. Oké. Dan gaan we naar een restaurant. Maar ik wil ook nog mijn hondje zien. Oké, maar ik vertel het. Oh. Huh? Ik moet begrijpen dat het voor ons erg moeilijk is om voor een dergelijke situatie... Goedenavond. Dag. Jullie zijn vroeg. Was het gezellig? Nou, gezellig. We hebben ons in ieder geval niet verveeld. Oh, fijn. Ja, we zijn nog even in bespreking. Oh, ik wil niet storen. Ik moet Thomas nog naar huis brengen. Oh, wacht eens even. Dit heb jij hier zeker laten liggen. Ja. Je moet me toch eens uitleggen hoe die spelletjes werken. Want op het gebied van elektronica begin ik aardig achter te lopen. De draad weer op te pakken, heren. Het zal voor de politie erg moeilijk zijn om het zomaar in te grijpen. X-4000 HC. Ik herhaal, X-ray 4000 Hotel Charlie. Nu is er niemand meer die hem nog tegenhoudt. De bespreking die duurde tot midden in de nacht. Toen ik vanmorgen opstond, toen was mijn zoon alweer naar zijn werk. Daarom heb ik hem die pijlzender niet kunnen geven. Heeft u hem dan nu bij u? Hoe bedoel je? Nou, hoeft die kills alleen maar te volgen. En als ze ons in de gaten krijgen? Nou, waarom zouden ze?